Het moet toch anders hebben gevoeld voor Thomas Krol. Dit moment heeft hij al een miljoen keer meegemaakt, maar nog nooit zoals nu. Het ijs op voor een doordeweekse training. Maar sinds zondag is alles anders. Krol is wereldkampioen en staat vandaag dus ook voor het eerst als wereldkampioen op het ijs. Veel tijd om daarbij stil te staan heeft hij nog niet genomen. Ik ben vooral best wel moe na de afgelopen dagen. Er komt veel op me af en ik heb toch niet genoeg geslapen uiteindelijk. Maar het is wel een gaaf gevoel van, nou, ik ben nu wereldkampioen, ik sta weer voor de eerste ijs op, zeg maar. Dat is gewoon super tof. Natuurlijk wordt er nog wat nagepraat over de race van zondag. Met teamgenoten die een veel grotere prijzenkast hebben dan Thomas Krol. Maar wat maakt het uit na zondag? Zijn eerste tastbare bewijs van succes, maar wat een geweldig seizoen draait hij. En kijk eens, voor het eerst in zijn carrière verslaat hij Juskov. En wat wordt de tijd voor Krol? Wordt dat 1.42? Ja! 1.42.58! Wat is het leukste, het mooiste, het grappigste wat je in de afgelopen dagen hebt meegemaakt? Ik denk toen ik de tunnel uitkwam na mijn race, dat ik een telefoontje kreeg van het Koninklijk Huis. Dat was al vrij bijzonder, ja. Ja. En wie had je aan de lijn? Volgens mij, ik weet eigenlijk niet zo, of een woordvoerder of zo. Maar, niet eens Maxima of Willem-Alexander zelf? Nee. Maar ik krijg nog wel een telegram van de koning ondertekend. Dus dat is wel heel gaaf. De algemene opinie naar de wereldtitel was dat het een verrassende was. Uit het niets, zeiden velen. Maar daar kan Krol eigenlijk niet zo goed tegen. Klopt, ik kreeg ook eerst van de eerste vragen van, wie had dit gedacht? Ik zeg, nou sorry, maar heb je het schaatsen wel gevolgd aan de afgelopen 2 maanden? Want ik won ook gewoon een wereldbeker in Heerenveen hier, waar iedereen bij was. Dus ik had het zeker in me om te winnen. En na de zaterdag in Insel, toen werd ik tweede op de 1000 meter. Was ik 100% een van de grote kanshebbers op de 1500. Dus heel eerlijk, zo'n grote verrassing was het misschien niet. Alleen, je moet het natuurlijk wel doen. En ik heb nog nooit een wereldtitel gewonnen. Dus in dat opzicht is het dan wel een unicum. Ja. Niemand kan in elk geval meer om Krol heen. Ook niet in Deventer, waar ze bij de Scheg hun held willen eren aan de muur. Dat vind ik echt een enorme eer. Ik heb foto's gezien toen ze dat voor het eerst gingen doen. Van Jan Smeekers, Carlijn, Erben Wennemars. En toen dacht ik wel van ja, eigenlijk wil ik daar eigenlijk ook wel hangen. Lijkt me heel gaaf. Het is mijn thuisbaan. Ik ben opgegroeid. Woon een kilometer vandaan. En daar wil ik eigenlijk ook wel hangen. En ik heb gehoord dat ze het gaan doen. Dus daar ben ik super trots op. Ja.